Sparv. Niet zo nodig. Voordeel Stenman. Helemaal vrij. Isaksson moest komen en raakt geblesseerd. Twee mensen geblesseerd, waaronder Isaksson. En de andere Bakuna. Een stevige botsing. Met één geheel vrijstaande man. Wiens tocht werd onderbroken dus door Isaksson. En vervolgens knallen zij tegen elkaar met de hoofden. De jonge Bakuna weten we waar hij is. Isaksson ook wel, maar en het lopen gaat niet lekker. De Heup speelt een parter. Toivonen. Toivonen. Waarom niet? Dat schot. Isaksson. Niet de meest fitte. Zeker na dit schot. Wissel. De keeper van de Zweedse nationale ploeg. Eruit. Eén keer eerder een invalbeurt. Casio. Engelaar. Lens. Engelaar. Toivonen goed neergelegd. Labiat. Geen overtreding. Lens. Berg. Lens gevloerd. Berg moest alleen. Engelaar met Bakuna. Labiat. Hutchinson. Goed. Lens. Engelaar. Ja, buitenkant voet. Niet te veel de woeste uithaal. Zo kwam hij ook natuurlijk niet uit. Toivonen, Lens. Lens, Toivonen. Ja, die legt hem er ook nog naast. Nou is er eindelijk iets aan de hand. En dan krijg je zo'n dot. Niets voor PSV. Bakuna haalt uit. En wat voetbalt hij vrij. En wat is de reactie van Casio zeer aanzienlijk. Vandaar dat het een corner is. Als laatste Andersson naast. Andersson. Kieftenbelt. Ruimte. Plat. En buitenspel. Buitenspel van Bakuna. Dit is aardig dat hij weer tegen de lat komt. Maar dat doet er niet toe. Want het was al buitenspel. Bij Bakuna. Die stond daar op het moment. En dan had het verder. Deed het er niets mee doen. Kijk, hier staat hij. En dan komt die bal terug van de lat. En dan profiteert hij dus van die buitenspelbezit. Daarvoor werd gevlogen. Bakuna. Hele Volse komt er rechts buiten. En zege in 1. Manolev. Bakal. Overtreding en geel voor Hutchinson. Het leek zo'n ongelukje. Maar het was een fout. Tadic. Overtreding. Brahma denkt, ja, dan moet ik hier nou een penalty geven. En durft het niet aan. Maar
Er was alle reden voor om het wel te doen. Hutchinson moet oppassen, want als hij er dan weer een krijgt, dan krijgt hij grote ellende. Ja, dat is rood. En zo schokt PSV naar het einde met ook nog eens een rode kaart voor deze Canadees. Bakal. Bakal weer naast. Het kan toch niet zo zijn dat zo'n wedstrijd met zoveel spanning, met zoveel druk, met zoveel nervositeit gewoon in 0-0 eindigt. Casio zit mis. En dan nog niet. Tadic. Nu dan Matos en Casio. Kramer gaat fluiten. Dat doet hij niet. En dan is het afgelopen. En met 0-0 heeft PSV niks. Heeft Groningen niks.